familie, vrienden, buurtgenoten wellicht hier of thuis aanwezig en via internet dit uur volgend. Afgelopen zondag overleed voor mij en ik denk ook voor anderen vrij plotseling Rutger Beckering van Loenen. Een broze gezondheid, dat wisten we denk ik, maar een infectie en naar het ziekenhuis en na een paar dagen bleek die infectie fataal. Ik werd gebeld om te komen door Karin vrijdag. Ik ben predikant van de Waalse gemeente in Amsterdam, op de ouderzijds Achterburgwal, 12 pleintje. Rutger was lid van de Westerkerk, maar Rutger zat in het koor van de Waalse kerk en was, ja, ik mag wel zeggen, een zeer trouw koorlid. Hij was bas. Ik stond naast hem. Ik vertelde net, het beeld dat ik bij me heb is dat hij naar zijn muziek zoekt, omdat hij het nooit op volgorde had liggen. En dan duurde dat tijden. Hij nam daar ook alle tijd voor. En zei, wacht even, ik heb het bijna. Dat is voor mij een beeld dat ik meeneem. Hij herkende me zaterdag nog toen ik even bij hem was in het ziekenhuis. Maar was te zwak om nog veel te zeggen. Toen ik zondag terugkwam na de kerkdienst, bleek hij net overleden. En samen met Karin, Jacobus en Jaske hebben we nagedacht over dit uur en hebben we het samen vormgegeven. We hebben van het koor in Amsterdam een klein kwartet gevormd, omdat het allemaal lastig is met zingen, dachten we, een klein kwartet met liederen uit Terzee, waar Rutger een zwak voor had. En wij zingen met dat koor niet heel veel uit Terzee, maar we hebben voor dit uur daarop ons best gedaan. Het is een ecumenische kloostergemeenschap. En Rutger was wel lid van één kerk, maar was tegelijk in zijn geest groter dan die ene kerk. En die kloostergemeenschap in Terzee is eigenlijk vanuit alle kerken en gewoon een ecumenische kloostergemeenschap. Rutger was een gelovig mens. We gedenken hem dan ook dit uur in het licht van kerk en geloof. Kaarsen symboliseren in de kerk de aanwezigheid van God, van Christus, maar staan natuurlijk ook voor de warmte die wij als mensen elkaar kunnen geven en het licht dat wij voor elkaar kunnen zijn. Wij willen dit uur met licht die kist van Rutger omgeven. Ik vraag aan, zonder dat ik de naam weet bij wie de naam hoort, Lotus, Laila en Luna. Willen jullie de kaarsen aansteken, alle zes? Daar ligt een klein kaarsje waar je dat mee kunt doen. En een klein. Elke week beginnen wij in de kerk met oude Bijbelwoorden om ons vertrouwen uit te spreken in wat ons leven te boven gaat, in wie ons leven te boven gaat. Ook nu zeg ik dat in dit uur van afscheid. Onze hulp is in de naam van de Heer, die ons leven nabij is vanaf het begin tot aan het einde, die ons draagt, zeggen wij in de kerk, geloven we in de kerk, ook over de grens van de dood heen.
Trouw is die God tot in de eeuwigheid en nooit laat hij los wat zijn hand begon. Genade zij jullie, zij u, en vrede van die God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zingen in het Frans, dans nos obscurités, in onze duisternis ontsteek een licht, zoals we dat net gedaan hebben, dat nooit meer dooft. Wij bidden. God, bijeen hier in Den Haag om te doen wat ons mensen zo zwaar valt. Afscheid nemen van iemand met wie wij ieder op onze eigen manier verbonden waren. Heel nauw, iets losser. Verbonden door de muziek of door de kerk of door familiebanden. En vandaag geven we Rutger Beckering van Loenen uit handen. En wij vragen u, wees daarbij. In de Bijbel staat dat u mensen kracht geeft als de weg zwaar is. In de Bijbel staat dat u mensen troost met uw geestkracht. Om die geestkracht vragen wij. Wees in ons midden. En help ons dat leven van Rutger in alles wat hier klinkt en wat gedaan wordt, dat wij dat leven recht doen. Wees ons nabij. Amen. Twee korte Bijbelstukjes voor vandaag. Het ene door Rutger zelf aangedragen. En het andere kwam op naar aanleiding van het gesprek dat we, ik denk maandag, hadden over dit uur. De eerste tekst zal ook op de grafsteen komen. En die komt in het Frans op de grafsteen. We dachten hem dan ook in het Frans te lezen. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Hij heeft me gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht voltrekt zich of bevestigt zich
in de zwakheid. Gedeelte van Paulus, tweede stukje uit het Evangelie naar Marcus. En Jezus zei tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten we oversteken naar de overkant. En zij lieten de scharen achter en namen hem zoals hij was in het schip mee. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip volliep. Maar Jezus zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden tot hem, meester, trekt ge er u niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hem, waarom zijn jullie zo bang? Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe heb je dan geen geloof? En ze werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkaar, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ik hoop zo uit te leggen waarom deze twee Bijbelgedeelten. We zingen Nada te Turbe, weer uit die kloostergemeenschap, nu Spaans. Laat niets je onrustig maken, is de tekst vrij vertaald. God is bij je, waarvoor zou je vrezen? Als gezegd, het eerste Bijbelzinnetje, door Rutger zelf aangegeven, ook vanwege de grafsteen. Mijn genade is u genoeg. En het is een woord van de apostel Paulus. Hij schrijft dat hij die woorden als antwoord krijgt van God wanneer hij vraagt of God de narigheid waar hij mee te maken heeft wil doen ophouden. Hij heeft last van iets, hij zegt niet wat. Hij wil dat het ophoudt. En hij zegt, kunt u me daar niet helpen? En dan hoort hij, je weet niet hoe dat gaat, of dat in een visioen of in een droom of hoe dan ook. Dan hoort hij, mijn genade is u genoeg. Het lijkt kort door de bocht. Ik moet altijd even schakelen als ik die woorden hoor, want het klinkt als, je moet niet zo zeuren. Maar zo is het niet bedoeld. Het klinkt als, hou op, je kunt het doen met mijn genade, klaar. Maar het is bedoeld als, mijn genade is u genoeg. Daar kun je het mee doen. Daar kun je het mee redden. Het is genoeg. God niet als een of andere tovenaar die almachtig is en die dingen weghoudt bij ons als we er last van hebben. Maar als het ware een bron van kracht en moed
Om te dragen wat je moet dragen, om te dealen met wat je moet doen in je leven en waar je mee te dealen hebt. Als ik iets heb begrepen van het leven van Rutger, geboren in een jappenkamp, en toen de zon goed begon te schijnen in hun leven, ook in hun familieleven, er een zusje werd geboren. Het mooiste, zei hij op de begrafenis van zijn zus. Het mooiste geschenk wat ik kon krijgen. En toen er uiteindelijk een uitgestelde huwelijksreis kwam naar Parijs, kreeg zijn vader longontsteking en overleed nog in Parijs. Wat moet daar een levenskracht zijn gevonden door zijn moeder, maar ook door het kind. En misschien dat die woorden daar wel bij geholpen hebben. Mijn genade is u genoeg, daar kun je het mee redden. Mijn genade, je hoort bij me, je bent een kind van me. En op de uitvaart van zijn zus Annette sprak Rutger deze zin uit. Zij was een kind van God, onze Vader in de hemel, die het leven geeft en neemt op zijn tijd. In leven en sterven zijn wij in zijn hand. Hem behoren wij toe. Het zijn ook Bijbelwoorden. Hij sprak ze daaruit. Het raakt aan de betekenis van mijn genade is u genoeg. Niet, je moet niet zeuren, maar het is genoeg. Daar kun je het mee doen. Zeuren paste ook niet bij Rutger. Veelbetekenend dus op het graf, straks. Het tweede gedeelte uit het evangelie volgens Marcus kwam op naar aanleiding van wat Karin vertelde over een van de laatste dagen in het ziekenhuis, waarin Rutger naar aanleiding van het naderende einde, de verpleging vertelde, wij hebben een slecht nieuwsgesprek gevoerd, dat Rutger het woord vertrouwen noemde. In dit gedeelte uit de Bijbel gaat het over angst. Voor het onbekende, voor de dood, in dat bootje. Ze zeggen tegen Jezus, die leerlingen, kan het u niet schelen dat we vergaan? Wij zijn bang, u ligt te slapen, wij zijn bang. En dan zegt Jezus, ik laat het wonder even voor wat het is, dat wind en golven tot rust komen. Jezus zegt, waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie dan geen geloof? Dat is heel opmerkelijk. Jezus zet hier angst tegenover geloof. Geloven is hier dus niet bang zijn, vertrouwen. Het woord dat Rutger uitsprak. Fiducia. Je hebt ergens fiducie in. Je vertrouwt erop dat het goed komt. Wij zijn als kinderen van de verlichting en van het rationalisme geneigd te zeggen tegenover geloof staat ongeloof. Je gelooft of je gelooft niet. Geloven is het credo. Almachtig, schepper van hemel en aarde, noem het maar op. Dat is het credo. Ik geloof dat. In een aantal leerstelligheden, beelden van God. Jezus zegt hier iets anders over geloven. Geloof is niet bang zijn. Dat maakt het ook veel breder dan alleen kerkelijk. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen in de toekomst. Heb vertrouwen in God. Heb vertrouwen in jezelf. Dat je de kracht vindt om door te gaan. Ook als het moeilijk is. Of als de weg je lang valt. Of zwaar. Rutger straalde rust uit. Ik zei net tegen Karin. Ik heb hem een fractie gekend. Ik zit 2 jaar in Amsterdam bij die kerk. En ik ben na een maand of wat bij het koor gegaan en daar trof ik Rutger aan. En hij wekte toen al een hele broze indruk wat zijn gezondheid betreft. Als we gingen staan om te zingen, staan heb je meer lucht, dan probeerde hij dat wel, het lukte niet altijd. En als hij ging staan, dan zat hij ook alweer heel snel. Dat kostte hem dus domweg heel veel kracht. Maar hij was er als hij even kon, buitengewoon trouw. Zocht rustig naar zijn muziek en droeg bij aan de klank van het koor. Hij trof mij door de houding en door de manier waarop hij aanwezig was. Hij zal op het koor ook gemist worden. Vertrouwen. Vertrouwen kennelijk een kernwoord van hem, ook in het oog met de naderende dood. Maar misschien ook wel als iets wat hij zijn leven lang bij zich heeft gedragen, dealend met waar hij voor gestaan heeft. Mogen de gedachtenis aan hem, u en ons allemaal, goed doen. En dat de herinneringen die we ieder voor zich
aan Rutger bewaren, het gemis warme kleuren zullen geven. Johannes Rutger Beckering van Loenen, thuis bij God. Amen. Weer een lied over vertrouwen. Bonum est confidere. Latijn. Uit de kring van de familie. Ik heb geen volgorde meer, Jacobus, dus die heb jij, denk ik. Rutger is mijn neefje. Vooral in mijn jonge jaren was ik als kind aan huis bij zijn moeder, mijn tante Anc. En Rutger en zijn zusje Annetje heette ze toen.
Haast iedere vakantie ging ik bij hen logeren. Ze woonden eerst niet zo lang in Oostgeest en daarna in IJsendoorn en Tiel. We fietsten, speelden in de uiterwaarden van de Waal en speelden veel, maar jong. In IJsendoorn werden ze zolder verdeeld. Annette had de ene helft van de zolder als speelterrein met poppen en zo. En Rutger beschikte over de andere kant van de, in mijn herinnering, immens grote zolder. Hij had een indrukwekkende elektrische trein, een groot spoor met wissels en alles erop en eraan. Ook had hij tinnen soldaatjes die hij zelf maakte. Verder schreef Rutger toneelstukjes die wij opvoerden. Daar mochten we ook gasten bij uitnodigen en zo. Ik geloof dat we ook voor de kerk geld vroegen, maar dat weet ik niet zo goed. Met in de hoofdrol Rutger. Ik had toen nog geen idee van de bijzondere start van Rutgers leven. Hij is geboren in Jappenkamp, dat is al gezegd. En hij heeft daar de eerste jaar van zijn leven doorgebracht, verzorgd door zijn moeder. Zijn vader zag hij voor het eerst na de oorlog. Dat moet ook heel vreemd geweest zijn. Zijn zusje Annetje werd geboren in 1949. Anne-Marika heette ze dan. Toen had hij zijn moeder niet meer voor zich alleen. En door een speling van het lot overleed zijn vader al 3 jaar na de geboorte van Annette. En zijn moeder stond er toen dus weer alleen voor. In IJsendoorn woonde ze vlak naast de kerk. En zijn oom, de dominee van IJsendoorn, en zijn tante woonden aan de andere kant van de kerk, in de pastorie. En achter de kerk was de begraafplaats, waar zijn vader begraven lag. Na enige jaren zijn de beide families uit IJsendoorn vertrokken. Rutger, zijn zus en moeder gingen toen in Tiel wonen, waar Rutger naar het gymnasium ging. Na het gymnasium ging Rutger studeren in Delft. Ons contact werd aanmerkelijk minder, maar hij nodigde me wel eens uit voor een feestje bij hem. Na zijn studie is hij zijn eigen architectenbureau gestart in de Nieuwbarkbuurt in Amsterdam. Hij ging wonen op de Brouwersgracht, waar de meesten van u hem, denk ik, van kennen. Later heeft hij in het pand aan de Brouwersgracht ook zijn bureau kunnen inrichten. Zijn werk als architect was zijn lust en zijn leven. We zijn elkaar een beetje uit het oog verloren, tot onze moeders beide enigszins hulpbehoevend werden. We zijn toen op vakantie gegaan. Rutger, tante Ank, mijn moeder en ik. En gelukkig ook Jaske, de zoon van Annette. En dat hij functioneerde als bliksemafleider. En dat deed hij ook erg goed. Hij hing op zijn kop bruggen en zo. En dan voeren wij onder die brug door. We huurden een kennelboot in, oh dat heb ik nog niet verteld, in Engeland. En met de 2 oudjes op het dek in dikke jassen gingen we sluis in, sluis uit. En met z'n allen bij Rutger in de auto op de heen- en terugweg. Ik bang, omdat Rutger steeds in slaap leek te vallen achter het stuur. En dat is een familiekwaal. Onze moeders werden echt hulpbehoevend. Rutger heeft zijn moeder lang liefdevol verzorgd, eerst bij hem thuis. En later is hij tijdelijk bij haar ingetrokken. Hij vond dat normaal. Zij heeft voor mij gezorgd in het kamp en nu zorg ik voor haar, zei hij daarover. Hij is eigenlijk nooit met pensioen gegaan, maar altijd bezig gebleven met ontwerpprojecten. Groot was zijn betrokkenheid bij de Westerkerk, met name bij de restauratie van de toren van de Westerkerk. Hij stak veel tijd in zijn rentmeesterschap. Een van zijn laatste projecten was het ontwerp voor de aanleg van een tuin voor de kerk in Nieuwendam. Boven Amsterdam ligt dat. Als ik hem sprak, liet hij graag op zijn iPhone foto's en tekeningen zien waar hij mee bezig was. Verder was hij naar mij niet erg spraakzaam. Hij vroeg niet veel en vertelde weinig. Ik was dan ook verrast te horen dat hij zo'n 20 jaar heeft gezongen in het koor van de Waalse kerk en dat hij lid is geweest van de wandelclub. De laatste keer dat ik hem sprak was precies een week voor zijn overlijden. Het ging niet goed met hem en hij had gebeld of ik langs wilde komen. Met Karin en Rutger hebben Merel en ik daar heel gezellig geluncht met op tafel een extra bord voor de onverwachte gast.
dat was altijd. Dat ook stond er een doos met familiefoto's klaar om te bekijken voor mij. Dat was ook heel leuk. En we zagen ook toen zijn laatste klus, een terrasje buiten op 2 hoog, bereikbaar via een open raam. Aangelegd en ingericht door Rutger en Karin met hulp van Jaske. Om het terras te bereiken moest je over de vensterbank heen stappen. Voor veiligheid moest hier nog wel iets aan gebeuren. Aan één kant was hij hoopvol. Hij was van plan met zijn huisarts te gaan overleggen over een uitgebreidere diagnostiek. En aan de andere kant vertelde hij dat hij blij was, mocht hij overlijden, dat hij het allemaal zo goed had geregeld met Jacobus. Op woensdag ging hij naar het ziekenhuis voor onderzoeken en hij werd diezelfde dag opgenomen. En op zondag overleed hij. Rutger was gelovig. Bij de crematie van Annette zei hij, zij was een kind van God, onze Vader in de hemel, die het leven heeft, geeft en neemt op zijn tijd. In leven en sterven zijn we in zijn hand, hem behoren wij toe. Rutger, dat geldt ook vast voor jou. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben de oudste broer van Jaske. Annette was mijn stiefmoeder, zeg maar. Rutger, stiefoom. Lieve Rutger, toen mijn vader verkering kreeg met jouw zusje en ik ook weer op de Heerenbark kwam wonen, was jij er ook heel vaak. Er werd geregeld dat jij boven mijn oma op de Brouwersgracht 95 kon gaan wonen, waarmee je voor mij als vanzelfsprekend lid van onze familie, maar ook van ons gezin was geworden. Je schoof vaak aan bij de avondmaaltijd en had echte aandacht voor mij. Ik heb hier hele goede herinnering aan. Jij was het die mijn kamertje ombouwde tot een echte jongenskamer. Met een bed in de lucht, een patrijspoort onderheen te gluren en een hut eronder waar we vaak spelletjes deden. En waar jij mij voorlas uit de boeken van Dick Trom, Pietje Bel en veel anderen. Dat ben ik vaak met je op pad geweest. We gingen kamperen, wandelen in de Kennemerduinen, samen naar het strand en op lange fietstochten naar Voorburg en weer terug. Ook als ik tijdens een van de schoolvakanties weer eens bij oma in Voorburg was, of logeerde, was jij er ook heel vaak en deden we leuke dingen. Je leerde me scrabbelen, schaken, mahjong spelen en patiënten. Als ik aan je denk, zie ik op een bepaalde manier een ondeugende vent met het hart op de juiste plaats. Ik zie een lieve kerel die stiekem de deksel van een van de pannen op het vuur optilt om te kijken wat voor lekkers er op tafel ging komen. En ik zie mijn vader nog een keer opscheppen, omdat hij wel in de gaten had dat er nog een gaatje over was. En dat was ook zo. De borden werden altijd helemaal leeg gegeten en wat er over was in de pannen kwam op tafel tijdens de klikjesmaaltijd, waar jij ook vaak bij aanwezig was. Helaas zijn we elkaar, met name door mijn toedoen, uit het oog verloren. Maar uit het oog betekent voor mij zeker niet uit het hart. Lieve Rutger, als kind besef je niet hoe belangrijk die dingen zijn die je met mij en voor mij deed. Maar later natuurlijk wel. Ik realiseer me dat jij, en natuurlijk ook een aantal andere mensen uit de familie, voor mij heel belangrijk zijn geweest, omdat jullie mij dingen hebben laten zien die ik anders nooit had gezien. En ik ben jou, maar ook die anderen, daar heel dankbaar voor. Citaat. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind en dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik bijna alle kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde.
Deze drie, maar de mooiste, de belangrijkste en de grootste daarvan is de liefde. Einde citaat. Rutger, ik wens je een goede reis. We will meet again. Dank je wel. Hallo allemaal. Ik heb Rutger ontmoet in 1969. En, ik heb erg veel mooie herinneringen aan onze vriendschap. Ja, hij betrok me ook bij zijn werk, dat vond ik altijd interessant. En excuses, ik ben een beetje oververmoeid. Maar nou goed, ik heb hele goede herinneringen. En ik kan zo anekdotes kunnen opnoemen, maar dat merk ik niet zo goed toen je staat in dat moment. Oké, dus ik houd het kort. Ja, heel veel beleefd samen. En ik mis hem. Ik vind het jammer dat hij niet meer zichtbaar is. Oké, Rutger, vaarwel. Het is al gemeld, hij is geboren in voormalig Nederlands Oost-Indië. Ik voeg daar voormalig aan toe, omdat we allemaal weten dat het Indonesië is. Maar dan mocht ik van hem niet zeggen. Sumbawono lag in Nederlands Oost-Indië. En op goed moment had hij en de gelegenheid, het geld, maar vooral ook de aandrang om terug te gaan. Zoals hij zei, om herinneringen op te halen, want die heb ik niet. Uit dat Indisch verleden dateren in ons taalgebruik ongelooflijk veel woorden waar we ons vaak niet bewust van zijn dat die daar vandaan komen. Maar als ik senang zeg, dan zullen de meesten wel snappen dat je dan heel prettig voelt. En als ik zeg kasian, dan weet u misschien wel van ja, dat is toch verdraaid vervelend. Annette, zijn zus, oma Bloem, wist ongetwijfeld dat de kanna, bloemriet, een plant is die heel veel bij de huizen in Indië groeide. En op enig moment ook bij ons, waar wij wonen, en Rutger was weg geweest naar Indië. En dat heeft mij geïnspireerd, die combinatie, die woorden. En dat gaan naar Indië tot het gedicht Aandenken, wat ik destijds, nu 5 jaar geleden, heb geschreven. Aandenken. Bloemriet, voor het raam ontloken, in de warme winterzon, was binnen, verbindt met Indië dat kasian alleen bestaat bij gratie van amper vergeten woorden.
De stille kracht van taal klieft mij een lichtend spoor naar een verborgen bron, waar uitgeleefde souvenirs verontwaardigen met de dag. Om herinneringen op te halen, zocht mijn alter ego het spoor terug tot Om herinneringen op te halen, zocht mijn alter ego het spoor terug tot Sumuwono, zijn geboortegrond. Het Jappekamp bij Ambaraba dat hij had overleefd. Met afgewende blik, zo verre van Sunang, hoor ik de Kempetai bevelen schreeuwen. Besef nu al te goed. Hoe kanna's sterven uitgebloed. Ik wil er nog één herinnering aan toevoegen over tante Ank, die dus in het kamp op de dag een handje rijst bewaarde in haar hand om Rutger Jaske, toen nog geheten, te kunnen voeden in de nacht en dat er andere mede-barakbewoners pogingen deden om haar hand open te trekken om dat beetje voeding weg te halen. En dan was ze een echte leeuwin en verdedigde zo het leven van Rutger. Dit was zijn start en hij heeft, wat mij betreft, dat hebben jullie ook gezien, met zijn lamp voor ons een prachtig licht ontstoken. Wij danken voor het leven van Rutger. Eeuwige God, u zeggen wij dank voor het leven van Johannes Rutger Beckering van Loenen. Voor wie hij was, zijn levenskracht hem doorgegeven door zijn moeder. Voor wat hij heeft betekend voor de mensen met wie hij verbonden was, voor wat hij liet zien, leerde, voor wat hij liet zien aan bezieling voor zijn werk, voor wat hij ontving van de mensen om hem heen. U bidden wij, voor wie hem het meest zullen missen, wie hem het meest nabij waren, wij vragen u, wees ook hun nabij, in deze tijd en in de dagen die komen gaan, als de leegte echt voelbaar wordt. En je denkt nog even dit vragen. Oh nee, het kan niet meer. U bidden wij voor alle mensen die leven moeten met een lege plaats in de kring van familie of vrienden. Een gemis, een verlies kan zo intens voelbaar blijven en zo lang pijn doen. Dat wij elkaar de tijd geven, bereid om te luisteren, opnieuw te luisteren. Niet te snel de dingen wegpraten. Geef dat de herinneringen aan Rutger het gemis zullen verzachten en warm zullen kleuren.
dat ze het gemis zullen helpen dragen. Wij bidden u voor onze wereld, uw wereld. In deze tijd van onzekerheid en beperkingen, in deze tijd ook van chaos, dat ook wij zullen leven in het besef dat uw genade ook ons genoeg is. En dat het vertrouwen ons gegeven kan worden om in alle rust de toekomst tegemoet te leven. Wij vragen het u, wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Tot slot een loflied, Psalm 117 geloof ik, Laudate omnes gentes. Wat zeg je? 150, ja. Laudate Domino, laudate omnes gentes, laudate Domino. Laudate omnes gentes, laudate Domino, laudate. Wij gaan zo dadelijk van hier om Rutger te omgeven en hem te brengen naar zijn laatste rustplaats, om hem in het graf te leggen waar ook zijn moeder ligt. Wij zeggen in de kerk dat we zijn lichaam in de schoot leggen van de aarde in de handen van de levende God. En wij vragen God daarbij ons om ons nabij te zijn met zijn zegen. Ik vraag u om te gaan staan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Buiten, maar van een erehaan. En dan zullen we de dagen van Christus daar tussen doordragen naar zijn laatste rustplaats.